We zijn vandaag hier om de samenwerkingsovereenkomst fietsenstallingen voor de Amsterdamse stations te tekenen met onze partners ProRail, gemeente Amsterdam en de stadsregio Amsterdam. We spreken daarin af dat we met z'n vieren gaan zorgen dat we de populariteit van de fiets gaan herbergen op de stations in Amsterdam. Dit is heel bijzonder en het is een voorbeeld voor Nederland, omdat het de eerste keer is dat regionale overheden zich zo duidelijk uitspreken om samen met ons en ProRail de uitdaging op het gebied van fiets aan te pakken op de stations. Nou, dat is voor de reiziger heel tof, want die gaan op alle stations merken dat we de eerste 24 uur gratis regime kunnen aanbieden aan iedereen die daar wil stallen. Dus je krijgt een goede, veilige plek voor je fiets. En je hoeft er eigenlijk de eerste dag niet eens voor te betalen. Op alle Amsterdamse stations bieden we ook OV-fietsen aan. En op een aantal stations ook nog de fiets- en serviceruimte. Ik vind dit al heel lang een hele fijne stalling. Ja, fantastisch. Ik gebruik hem iedere dag. Makkelijk inchecken en snel weer weggaan. Zonder dat er iemand hoeft te wachten in de rij. Dus je bent snel op weg. Dat je één dag of nacht gratis kan stallen, dat vind ik heel prettig. Het is toch alleen maar goed als mensen meer gebruik maken van de fiets en de trein, denk ik. Ben ik een voorstander van in ieder geval. Ja.